Nederlands onderrondje in de keukenkampioendivisie. Nu in Helmond, daar is Ruud Brood. Hij is de coach nu van Topos. En geschorst voor deze wedstrijd. Jarenlang ook coach geweest van Helmond Sport. Helmond Sport dat 3 punten meer heeft dan de opponent hier. Een schot op goal. En niet zo'n heel slecht schot op goal. Botos de Griek, die tot nu toe niet teleurstelt. En Helmond Sport gaat door. Daar is de debutant, Joris Schooijen, de Limburger. En deze man staat aan het roer, Robin Adriaans. Hij is de Belgische assistent van Ruud Brood. En moet Topos vandaag in goede banen leiden. Dat is lastig, want Helmond Sport is beter. Hier een overtreding. En een pittige overtreding ook. Kijk maar op Krekels. Die daar echt wel pijn van heeft. Gele kaart. Dat is voor korte. Daar gaat Helmond Sport. Dat hier best een penalty zal willen hebben. Die penalty komt er overigens niet. Snelle corner. Haverkotte, oud doelman van Helmond Sport. Is op zijn post. En kan het gevaar besweren. Maar is nog even boos op de verdedigers. Ja, hij zit ook niet helemaal lekker in zijn vel natuurlijk. Helmond Sport krijgt kansen. Krijgt mogelijkheden. Maar doet daar zo weinig mee. Dat zal Bob Peters dan weer zorgen baren. Haverkotte staat er juist aan de andere kant om het een en ander te voorkomen. Maar Helmond Sport is de betere ploeg met deze Amoussou. En daar de redding van Haverkotte. We zijn dan inmiddels in de tweede helft. Daar was ook Martijn Kaars, de spits natuurlijk. Belangrijk voor het elftal van Bob Peters. Zelf ook een spits geweest. Weet dus wel wat er van een spits gevraagd kan worden. Hier is Botos en daar glijdt Kaars langs die bal. Helmond Sport is veel en veel beter dan Topos. Moet deze wedstrijd eigenlijk al lang naar zich toe trekken. Maar het lukt maar niet. En Top kan dan overleven. Heeft eigenlijk in deze wedstrijd niets te vertellen. Hier is Schrooi. Combinatie met Kaars. En uiteindelijk, ja, wie? Nou, hij dus. Chacon is de naam. Kaars gaat feliciteren. Het feest is daar. De bevrijding groot. Want eindelijk is daar de goal voor de thuisploeg. Het heeft lang geduurd. Os staat daar een beetje hulpeloos te verdedigen. En het feest kan losbarsten. De vorige keer dat Helmond Sport feest vierde, ging dat gepaard met bier gooien. Dat is nu dus weer het geval. Ja, en wordt de wedstrijd weer stilgelegd. Ze zijn een beetje hardleerstaar. Je zou toch denken, joh, dit willen we niet. Maar goed, ze willen het wel. Hier Topos dat zowaar ook eens een keer aanzet. En tot een poging komt. Dat was Grap Dame. Nou, het speelde onder meer van NAC. Ja, Os gaat zelfs een beetje groeien in deze wedstrijd. Laat dan is de nieuwe spits. En daar is Van der Steen. En daar vinden ze wel wat van. Aan de zijde van Os. Maar de man die er wat van moet vinden is Gerrits. En die vindt het eigenlijk niks. Ja, Van der Steen trekt de handen in. En zo zijn we dus na deze eerste onderbreking weer lekker aan het voetballen geslagen. Hier een hensbal. Zimmerman maakt hens, doet dat voor het publiek van Os overigens. Wordt afgefloten in kansrijke positie. En dan is daar de woede weer van nu de toeschouwers van Topos. Daar is ook nog eens de keeperstrainer. Die zegt ook wat hij ervan vindt. Moet je vaak niet doen als emotie de overhand neemt. Ja, dan zegt Gerrits, dan gaan we gewoon weer naar binnen. Want er is weer gegooid. Er zijn weer rare dingen gebeurd. En ik weet wel wat ik dan moet doen van Zeist. Dat zijn de lijnen. Nou, het is nog wat dat we alweer terugkeren op het veld. En Helmond Sport wil die voorsprong uitbreiden. Maar dan moet je wel een goal maken. En nu claimt Helmond dat er hier een overtreding wordt gemaakt. Maar ook deze wordt eigenlijk vrij gemakkelijk weer naar het land der fabelen verwezen. Helmond Sport blijft aanvallen. Maar wie kan er nou eens afdrukken, vraag je je af. Nou, niemand. Dit was Lucas van Kerkhoven, de Belg. Invaller. Die hem er ook weer niet in kreeg. Peter van Ooy. Ja, brengt weer die van Kerkhoven in stelling. En wie brengt hij in stelling? De middenvelder. De spits. Kaars. Maar het gaat er allemaal niet in. En dit is Ladan. Dit is Ladan. Delano Ladan. Opgeleid bij ADO Den Haag. Jaren ook hier gespeeld.
Vorig seizoen bij Feyenoord en nu dus bij ons terechtgekomen. En hij zet de zaak in vuur en vlam. Maar zoveel vuur en vlam dat er weer misdragingen zijn vanaf de tribune. En dat de wedstrijd dus weer gestaakt moet worden. En dan zou je zeggen, iedereen lekker naar huis jongens, want we hebben hier geen zin meer in. Maar toch wordt er besloten om nog een derde keer af te trappen. Dat is volgens mij nog niet eerder gebeurd bij een 1-1 stand. Ja, we zitten dan al bijna 40 minuten stil natuurlijk, over de hele wedstrijd gesproken. Een paar supporters die dit Brabantse onder onsje uitzingen. Ik kan me ook voorstellen dat je daar niet zo heel veel zin meer in hebt. En er komt nog een kans. En er komt nog een dikke kans ook voor Arno van Keilegom. Maar die gaat er niet in. Eindelijk een eindsignaal. Het is dan al de volgende dag. De wedstrijd eindigt in 1-1. Maar het is schandalig wat er allemaal gebeurt rondom het veld.